Hey. Welkom. Vandaag nemen we je mee. Goeiedag. Welkom bij een nieuwe video van Barbecue Proof. Vandaag nemen we je mee in de wereld van temperatuurbeheersing. Ja, dat klopt. We gaan twee methodes laten zien die wij zelf toepassen. Eigenlijk altijd als we gaan barbecuen. Dat is indirecte methode en de snake methode. Ja, gaaf. Ik heb er zin in. Ja, en in deze video laten we de indirecte methode zien. En vandaag zijn we wel wat serieuzer, want het gaat om vuur. Dat zou helemaal nooit. Dus vandaag geen biertjes erbij. We krijgen vaak de vraag welke brandstof we nou gebruiken. Houtskool? Of briketten? Beide brandstoffen hebben hun voordelen. Houtskool bijvoorbeeld gebruik je meer voor korte, intense sessies. Omdat houtskool als eigenschap heeft dat het heel snel brandt. Maar aan de andere kant ook weer snel zijn temperatuur verliest. Omdat het gewoon is opgebrand. Briketten daarentegen branden ook warm, maar iets gematigder. Maar aan de andere kant voor een veel langere duur. Ja, en voor de indirecte methode gebruiken wij eigenlijk altijd houtskool. En voor de snake methode gebruiken we altijd de briketten. Briketten en in dit geval kokosbriketten. Als eerste gaan we natuurlijk de kolen aansteken. Ik stel altijd voor dat die twee delen gevuld is. En daarmee kun je een hele mooie temperatuur van 170 tot 200 graden halen. Handschoenen heb ik ondertussen aangedaan, want veiligheid boven alles. Die starter is namelijk echt super heet. Dus die pak ik. Oh ja, wanneer zijn de kolen, het houtskool klaar? Nou, nu kan je ze er gerust op gooien, want ze branden nog lekker door. Gooi alles. Aan de ene kant van de barbecue. En hiervoor hebben we de kolentang. Super handig. Kunnen we het houtskool nog een beetje verplaatsen. Naast kolen leggen we ook nog een lekbak in de barbecue. En hier doen we wat water in. Het vocht in de lekbak zorgt voor een stabiele temperatuur. En daarnaast houdt het ook je barbecue lekker schoon. Perfect. Om je temperatuur en je barbecue dus echt onder controle te krijgen, is het ook van belang dat je je barbecue goed kent. Wat wij hebben gedaan, is dat wij markeringen hebben aangebracht op onze aslader. Waardoor wij precies kunnen zien wanneer de schijf, de luchttoevoer, dicht zit, half open of volledig open. Zodat je dus niet elke keer je deksel eraf hoeft te doen om te kijken hoe ver nou je luchttoevoer open staat. De luchtschijf aan de bovenkant gebruiken we eigenlijk niet. Dit is vooral de uitlaat van de barbecue. Wanneer we gaan roken, dan kan die wel van pas komen. Want wanneer je hem meer dichtzet, blijft de rook langer hangen in de barbecue. Deze barbecue is nu helemaal klaar en op temperatuur om te starten met de barbecue. Met deze methode kan je ongeveer 2 tot 3 uur op ongeveer 180 tot 200 graden barbecuen. Voor sessies die langer duren dan 2 à 3 uur, denk aan pulled pork of sparrows, gebruiken wij de snake methode. Maar die komt in een volgend filmpje. Het is erg belangrijk om tussentijds je temperatuur te blijven controleren. Als je merkt dat de temperatuur te heet is, zorg dan dat je de zuurstoftoevoer iets blokkeert. En dat doen wij door de schuif ongeveer half dicht te zetten. Als je merkt juist anderzijds dat de temperatuur te laag is, moet er dus meer zuurstof bij de kolen en zetten wij de schuif vol open. Werkt top. Heb je die barbecue toch niet onder controle? Is die toch te ver afgekoeld? Wees dan niet bang om dan houtskool erbij te leggen. Deksel voorzichtig eraf, zoals je hebt gezien in een van onze andere filmpjes. Handschoenen aan, rooster er voorzichtig af met je product, leg even aan de kant, leg er wat houtskool op en zorg voor zuurstof. Even weer het vuur erin, deksel er weer op en jij bent weer barbecue proof.